Op 1 maart 1961 vond de eerste officiële steenlegging plaats van Angerslo. In ruim 55 jaar is er een hoop veranderd in de wijk. Zo zijn de oude woningen gerenoveerd en is er plaats gemaakt voor nieuwbouw. Dit alles is gebeurd in het kader van het project Emmen Revisited. Momenteel telt de wijk zo'n 7800 inwoners en circa 3760 woningen. Angerslo staat bekend om de vele diverse soorten onderwijs die worden aangeboden. Denk hierbij aan basisonderwijs, voortgezet en beroepsonderwijs, speciaal onderwijs en hoger onderwijs. Op 7 december 2005 werd in Angerslo de Sprankelplek onthuld. Een sprankelplek is een plek voor een kunstwerk waar kinderen op en om kunnen spelen en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het beeld op deze plek is door Jantje Beton gesponsord, ter gelegenheid van het 25-jarige regeringsjubileum van koningin Beatrix. Op 25 plaatsen in Nederland gaf Jantje Beton, waarvan de koningin de beschermvrouw is, een sprankelplek cadeau. De tekeningen in de kroon zijn gemaakt door leerlingen van de openbare basisschool Angerslo en de christelijke basisschool Het Twiespan. Op de muur aan de achterkant van de Statenweg langs het fietspad, ter hoogte van het Total Tankstation, vindt men de prachtige muurschilderingen. Deze muurschildering was een initiatief van bewoners en scholen en is nu circa 22 jaar zichtbaar en wordt nog regelmatig bijgewerkt. Angerslo is een bruisende wijk. In de beide wijkcentra worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud, zoals het sjoelen in de marken. Elke maandagmiddag sjoelen we hier met 12 dames. Het is bar gezellig. Meer is altijd goed. En ja, humor is hier ook vuur op, hè, want het is een boel lawaai hier. Tot een uur of vier dus. Het is hartstikke gezellig. Ik doe dit nou sinds een half jaar. Maar ik vind het leuk. Ik zie er gewoon een Rudolf Smalensmiddag in Kasjoen. En de wijklunches in de kluft. Het winkelcentrum van Angerslo is een van de meest bezochte winkelcentra van dorpen en wijken van de gemeente Emmen. Het winkelcentrum is in 2017 nog gerenoveerd. Ook trekt het winkelcentrum nog steeds nieuwe ondernemers aan. Ik ben Annette Stormer en ik ben 41 jaar. Het gaat hartstikke goed hier in het winkelcentrum. Alles wordt nou weer leuk vernieuwd. Dus we hopen daarmee nog weer meer klanten mee terug te krijgen. Ja, en dat gaat prima. In de wijk is veel contact tussen professionals, vrijwilligers en bewoners. Denk hierbij aan Setna, de gemeente Emmen, wijkvereniging Angerslo en jongerenstichting Catch, waar veel activiteiten voor jongeren plaatsvinden. In de wijk worden diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals de Spelweek en activiteiten bij de dierenbescherming aan het Loakkerhof. Dat Angerslo bestaat uit diverse bevolkingsgroepen is bekend. 29% van de wijk bestaat uit allochtonen. Toch gaan de diverse bevolkingsgroepen prima samen. In Angerslo staan er naast diverse kerken ook een Marokkaans gebedshuis en een Turkse moskee. De diverse religieuze stromingen gaan dus prima samen in één wijk. Voor kinderen is aan speeltoestellen geen gebrek. Op diverse plekken vind je speelvoorzieningen voor zowel jong en oud. Ook aan beweging is gedacht. Zo vind je onder andere voetbaldoelen, een skatebaan en een sportveld. In Angerslo liggen diverse wadi's om het wateroverlast tegen te gaan. Tevens is er een groot bosgebied waar onder andere een familiepad is aangelegd, die volledig toegankelijk is voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Zo kan iedereen genieten van een heerlijke tocht door het bos. Kortom, Angerslo is een mooie, groene en bruisende wijk. En door te binden en verbinden hoopt de wijkvereniging Angerslo uw buurt te kunnen verbeteren.